Dit zijn de twee vrouwen die naar India zijn gestuurd om een training te volgen in het opzetten van zonne-energiesystemen. Anna Naatawi en Ketura Aparaka. Naast hun dagelijkse bezigheden, zoals op het kostgrondje bezig zijn, koken en afwassen, helpen ze binnen de dorpsgemeenschap met allerlei klusjes. Voor beide vrouwen was India een nieuwe en leerrijke ervaring. Het was voor Ketura een totaal andere belevenis, omdat het haar eerste keer was buiten het dorp. Zij behoort tot de inheemse stam Akurio. Deze dappere vrouwen hebben zich vrijwillig opgegeven nadat het Amazone Conservation Team het project Women Empowerment and Renewable Energy voorlegde aan het dorpshoofd. Dit project is vooral gericht op vrouwen van middelbare leeftijd in dorpsgemeenschappen, zegt Sergio Kangasan, projectcoördinator. Ik heb het idee van wel. Het is niet alleen dat we met de mensen hebben gesproken, we hebben ook met het traditioneel gezag gesproken. En van daaruit hebben zij verder kroetoes gehouden, met de mensen gesproken. En dit doen ze bijna ieder zondag. Dus na de kerk, dan gaan ze die reunie weer vergaderen en geven ze voorlichting. We hebben een SOLA-commissie, bestaande uit de twee dames die naar India zijn geweest. Dat is Anna en Ketura. We hebben de persoon die voor NH werkt, de DEV, die de generator beheert. We hebben een Basha erin, een Basha-vrouw, dat is Marianneke. En ook nog iemand van ACT, dat is meneer Tunu. Voor ons is het belangrijk dat ieder van het dorp weet wat het is eigenlijk om zuinig te zijn, zuinig om te gaan met stroom. Het is heel belangrijk, want je bent afhankelijk van de batterij die je beschikbaar hebt. En het maakt niet uit hoe groot eigenlijk, als je verbruik te veel is dan de capaciteit die de batterij hebben, dan gaan je batterij snel leeg lopen. Nou, het is een heel belangrijk een doel dat we hebben bereikt, om een dorp 24/7 stroom te geven. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld de kinderen die naar school gaan in de avond nog kunnen studeren. Dus niet dat ze afhankelijk zijn van de generator die tegen 11 uur uitgaat of wanneer ze diesel hebben, dan pas gaat die aan. Voor anderen is het belangrijk dat ze bijvoorbeeld een vriezer hebben, ook nog wat hun voeding kunnen koelen. Ze maken ijsjes, stroopijsjes die ze kunnen verkopen en een inkomen maken. Kang Asan heeft namens het ACT nog meerdere projecten gecoördineerd op Pelele Tepu.